Yo, what the fuck ben jij aan het doen, man? Niks, niks. Kijk, hallo mensen. Zoals jullie zien hebben we nu rolschaatsen. Zag je die sicke trick? Kijk, kijk die trick. What? Wow, fucking cool, man. Wow. Dat kan je echt niet doen, hè? Die heb ik dus gekregen, maar ik werd afgeleid. Dus we moesten helaas die opname moesten stoppen. Oh ja, dan kwamen allemaal mensen binnen en zo. Ja, het was best een hele sick feest hier. Dikke gangbang daar. Niet normaal. Oké, ik weet alweer wat we gingen doen hier. Ja, strip op man naar beneden. We gingen nog een Pokémon vangen, dat was het. Oké, welke gaan we vangen? Ik ging kiezen. Ja, we hebben dus Lammy als hele coole Pokémon. We hebben kippers. Daarna weet je nog waarom we een Pokémon nodig hadden? Nee. Omdat de eerste Pokémon in de gym is een Heatran die we niet kunnen skippen, dus die moeten we wel verslaan. Wij kunnen dit, weet je, Lammy is zo'n beest, jongen. Ja, maar Lammy gaat het afleggen tegen Heatran, dat is gewoon een feit. Nee. Niemand kan Lammy wat zeggen, Stefan. Toch wel. Lammy is een independent woman die gewoon alles zelf kan, Stefan. Wil je iets van een Aerodactyl? Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat kan je niet eten. Nee, je hebt nog nooit dinosaurusvlees gehad. Nee, dat smaakt heel erg rot. Ze zijn best oud. Ja, vind je? Ja, ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar oud vlees is niet mijn ding. Kunnen we een Tendorus kunnen ook niet eten, zeker? Nee, ik denk nog steeds dat het lekkerste vlees gewoon babyvlees is. Zo dan. Ja, kijk, lamsvlees is het lekkerste. Kallesvlees is het lekkerste. Dat zijn de uitspraken die je daar doet, Daniel. Die kan je wel eten, zijn we Aziatisch? Dit is een trainergevecht, Daniel. Oh. Als je gewoon één keer in je leven wil opletten. Nou, ik heb een Pokémon en ik dacht van, ja. Die kunnen we opvangen, is die Aziatisch? Er zijn mensen in Azië die eten apen op, dus. En in Afrika trouwens ook. Apen! Ik vond die eten aardappel. Ik dacht van, what the fuck? Die eten sowieso, over de hele wereld eten ze aardappel. Klopt, behalve jij. Ik heet meneer de aardappel. Oh ja. Een aardappelboy. Maar je lust alleen geen aardappels, dat was ik lust aardappels zeker, maar ik eet het gewoon niet elke dag zoals jij. Ik heb een beter dieet dan jij hebt, maar dat is vrij logisch. Weet wel zien, hè. Hey! Hey, Lammy hoor, Lammy 2. Nice. Oh, Lammy is cute geworden, man. Lekker wijfie is. Pinky Winky. Lammy is wel een lekker wijfie geworden, Steven. Je moet echt je bek gaan houden, nu flikker. Oh. Lekker. Wat lastig. Okay, kipsvarm moet we ook even levelen, I guess. Ja, snap ik. Okay, daar langs. Hey, een pokeball. Pak de pokeball. Super potion. Zijn die ook gerandomized of niet? Ja, weet ik niet zeker. Nee, ja, denk het wel. Wat een super potion dit. Oh, chandelier. Oh, daar kan je mee koken, want dat is vuur. Ja, maar je kan niet eten, hè? Vuur kan je niet eten. Het doet pijn in je mond. Nee. Heb je wel eens vuur? Dat is jammer, want ik vind het echt een hele lauwe Pokémon. Maar lauw is slecht. Hoor. Lauw is goed. Hoe is dus lauw goed? Ja, dat hebben we het al een paar keer over gehad, Daniel. Ik wil niet elke keer moeten uitleggen. Heet vlees is goed. Lauw vlees is kut. Je kut is kut. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar nu moeten we naar een ander grasprakje gaan, want die is... Oh, die kunnen we vangen. Oké. Okay. Wil je die ook? Ja, dit is hem. Ja, weet je waarin deze evolueert? Watervis. Een Octillery, dus ik ben hier oprecht wel tevreden mee. Ik ook. Welke Pokémon moet ik gebruiken? De Master Ball. Nee, fuck off. Ja. Nee. Is mijn Pokémon, ik kies. Nee, echt niet. Nee, hier pas ik voor. Eén Master Ball? Ja, die ga ik verneuken, niet jij. Nee, is mijn Master Ball. Trust. Als je geen enkele andere kan hem vangen. Het is wel een Remoraid, hè. Onze visstick. Zie, ik zei toch, we hadden de Master Ball gebruikt en nu is die gewoon erin. Ja, precies. Hoe moet die heten dan? Visstick. Visstick. Niet vis dik, maar vis stick. Vis dik? Nee, vis, niet fish.
Visstick. Of visstok kan ook, maar ik denk visstick is beter. Stick. Nee, stick. Zo? Ja, is goed, helemaal perfect. Ik geloof het wel. Oké, dan hebben we dus nu een waterpokémon. Dat is goed. Ja. Moeten die alleen even levelen? Ja, we hebben Lammy en een visstick. Ja, dan moeten we toch wel meer vooruit kunnen, denk ik zo, of niet dan? Denk ik zeker. Als we nu even goed gaan... Ah, kijk, en dan gaan we nu even gewoon wat dudes bevechten en shit. En dan gaat visstick gewoon levelen en dan... En dan doe je daar lekker sausje bij. Visstick gaat onze ace worden. Nee, dit is Lammy al. Lammy is mijn wijfie. Lammy is niet jouw wijfie. Tuurlijk wel. Ik vond wel dat we tot nu toe alleen maar mannetjes Pokémon hebben. Ik wil niet raar doen of zo. Ik weet niet hoe ze zich identificeren. Het is wel 2024 of 2020. Oh nee, Kipswarm is straks een vrouwtje. Tuurlijk. Ik ben meer van de vrouwtjes, dus ik vang vrouwtjes, weet je wel. Precies, dat snap ik ook wel. Jij bent helemaal feminist en je denkt dat vrouwen... Ik ben helemaal feminist. Nee. Feminist je is mijn tweede naam. Steven Feminisme Tempel. Zo een slokje water drinken. Het is echt een vrouw, hè. Je drinkt ook alleen maar water. Vrouwen drinken ook alleen maar water. Wat is dat dan? Gaat het? Ben je aan het kotsen ofzo? Wat is er aan de hand? Wat de fuck ben je aan het doen, man? Ik weet niet wat je zei, maar ik had water in mijn mond. En opeens moest ik denken aan die keer van... van de race dat ik over mijn hele toetsenbord heen spuugde. Het zou echt mooi zijn geweest als je het nu weer had gehad. Dan had je het kunnen laten zien. Dit glas moet ik wel even omspoelen. Dan zag ik mijn... Oh. Hoe vaak per week doe jij je glazen wassen die hierboven staan? Volgens mij doe je dat niet van elke dag, hè? Nee. Waarom niet? Eén keer per week of zo. Dat is toch fucking goed, man? Eén keer per twee weken, maar je het schelen. Ja, aan de andere kant is het wel goed, hè? Want dan komen er bacteriën in en bacteriën zorgen ervoor dat je die binnenkrijgt. En dan leef je langer of zoiets. Gaan we dit nu onscreen? Gaan we nu onscreen de hele tijd alleen maar, gewoon één aflevering, alleen maar één Pokémon trainen? Dit erin? Is wat jij wil, Daniel. Nee, dat kunnen we ook offscreen doen. Maakt mij niet uit, hoor. Maar... Ja, dan moeten we even save en dan moeten we een korte, moeten we straks verder gaan. Het hoeft niet, hoor. We maken deze gewoon... Zeg, wat vind jij? Vind jij dat we dat gewoon moeten doen? Of vind je dat we dat niet moeten doen? Het gewoon een langere aflevering ervan maken, een beetje trainen, een beetje putten. Nee, ik denk als we level 10 hebben of zo, dan maakt hij wel aardig kans tegen Heatran. Ik denk het eigenlijk niet, want Heatran is echt rampsterk. Zou jij liever een Fistic of een Lammy ballen? Even? Ja, ik weet wat jij bedoelt. Ik ben even heel goed aan het nadenken. Ja. Ja, ik ken iemand. Ja. En die... Oh, een Umbreon. En die? Ik ken iemand en die heet ook Lammy. En? En dat is wel echt een lekker wijfie. Oeh, oké. Dus dan zou je dus eerder een Lammy doen dan een Fistic. Maar dat ligt dus wel aan welke Lammy. Dat laat dat voorop stellen. Hoe bedoel je? Nou, jij bent jouw geflipte gedachte, dus ik weet precies waar jij heen wil sturen in dit gesprek. Ja, dat giegeltje bevestigt alles in principe. Ik weet wat je bedoelt. Geen idee wat je het over hebt. Geen flauw idee, man. Ja, oké, gewoon Lammy. De Lammy. De... Nee, een. Niet de. Nee, de is subjectief. Niet... Ik wil dit gesprek niet subjectief houden. Ja, nee, dan kan je lachen. Ik ben bloedserieus, Daniel. Je hebt de Fistic en de Lammy. Welke van de twee zou je doen? Nee, ik zou liever schaap neuken, ja. Ja? Ik wist het gewoon. Het maakt niet uit wat ik zeg. Ik ben altijd de verliezer in dit gesprek. Ik vind het zo leuk dat je me hebt toegelaten om hem Lammy te noemen. Dat vind ik zo mooi, man. Ja, je zijn vrienden toch? Ik vertrouw jou dat jij kan omgaan met die krachten en machten. Ik hoop voor je, Stefan, dat die lekkere chick die Lammy heet, deze video niet ziet. Of juist wel.
Ja, maar zij weet niet van mijn bestaan. Ik weet alleen van haar bestaan. Ja, want het kan dus wel zo zijn dat als ze er misschien een keer achter komt, dan heb je wel een kans om samen in bed met dit man. Ja, zo'n ziekelijke aardvlog ben jij. Ja. Echt, ik zweer het je. En dat giechel is die gozer. Oh, leuk man. We hebben fun, Steven. We hebben zeker fun, dat wel. Ik denk dat het wel de meest ongemakkelijke video's zijn om te kijken als je niet weet wat we over hebben. Dat denk ik ook. Aan het einde van de serie, van deze game gaan we zeggen, misschien als dat van Stefan mag, gaan we zeggen wie Lammy dan is. In de allerlaatste ja. aflevering. Van Ei. En Ai, dan, ja. Ja, ja, dat en is dan ga je dan snappen waarom... het grappig kan zijn of niet grappig kan zijn of een precies, beetje gemeen ja, kan ja, zijn. Ja, nee, dat is goed. Ja, oké. Okay. Laatst had ik van Ei, maar dan even vooropgesteld. Ja. Dat heeft niks te maken met de lekkere lammy die ik net benoemde. Dat is totaal iets anders, hè, voor de zekerheid. Ja, weet je het zeker? Ja. Je bekstakker. Jij moet geen woorden in mijn mond leggen die je er niet uit kan halen. Snap je wat ik bedoel? Die van mijn pillen in je mond leggen dan. Dat is woorden. Raar wat je nu zegt. Dat is nu echt raar. Ik vind het ondeugend persoonlijk. Het is wel fijn dat we gewoon een keer een waterpokémon gebruiken. Wij gebruiken te weinig waterpokémon. Ik wil altijd waterpokémons gebruiken. Mijn favoriete starterpokémons. Kutjes. Mijn favoriete starterpokémons zijn allemaal water. De Squirtle. Krokodil. Nee, we hebben ook best wel wat waterpokémon gebruikt. We hebben Squirtle gebruikt, we hebben krokobil gebruikt. Het map. Kutmap hebben we ook gebruikt. Dat zijn alle starters die ik wil gebruiken. Die zijn allemaal blauw. Ik ben een jongetje namelijk. Identificeren. Dus hou ik van blauw. Oh, Psybeam, dat is huge gek. Geef hem de lepel, geef hem de lepel. Maar hij is geen psychic Pokémon. Boeien. Hij doet natuurlijk... Psychic type moves. Je ziet een psychic type moves. Zie je? Geef hem de lepel, Stefan. Want wat is beter om een visstick mee te eten dan een lepel? Oké, nou gaan we wel nu, alsnog, de game doen. Wat? De gym gaan we doen. Gym. Sorry, de gym. Wauw, oké, ik heb nog wel een goed verhaal, Daniel. Ik heb een buurvrouw. En die was echt... Waarom? Allah, gaan we doen? De leven of de doden? Fuck. Die was echt... Doe nou niet zo. Oké. Ja. Oké. Wat is er met die buurvrouw? Ik heb een buurvrouw. En die was laatst echt fucking kwaad op mij. Helemaal schreeuwen en zo. Het enige wat ik deed was haar zoontje een high five geven. Oké. Echt helemaal debiel. Zo van, ja, waarom doe je dat? Doe eens normaal. En wacht dan op z'n minst dat hij geboren is. Nee. Oh, dat mocht dan wel, hè. Maar dan kan ze toch een foute geboorte krijgen, of niet? Als je dat te hard doet. Dat weet ik niet. Een foute geboorte vind ik ook wel weer... Dat klinkt wel weer een beetje gek, weer een beetje oh, 577 experience, zag je dat? Kijk, hoe moet ik het dan zeggen? Doodgeboren worden? Dat ja, bijvoorbeeld. Of ja, maar dat is weer zo gemeen, weet je wel. Ook dat, ja, nee, dat is gemeen. Ja, kijk, ben ik eens een keer aardig, is nog niet goed. Dat is nooit goed met jou, hè? Met jouw soort. Welke tandjes moeten we heen? Je moet gewoon het net volgen. Oh, wacht, was die trainer dan wel optioneel? Die trainer was gewoon optioneel, we hadden helemaal... We hebben niet tenminste visstick, maat. We hebben nu wel visstick, dat is waar. Wat is jouw favoriete eten samen met visstick, behalve aardappels? Wat bedoel je voor saus? Wat vind je de lekkerste saus bij visstick? Wat de fuck? Dat gaat echt alle kanten op. Wow, letterlijk alle trainers behalve deze laatste optioneel. Oké, maar wat is favoriete saus bij visstick? Appelmoes zeker. Appelmoes? Nee. Nee, visstick, doe je er toch geen saus bij? Tuurlijk wel. Nee joh, visstick, sminkel je lekker zo weg, jong. Maar jij bent geen saus, man, hè? Ik vind saus overal wel lekker bij. Ja. Hou van saus. Ja, dat is zo'n vetzak die overal saus bij moet eten. Mm, zeker. Daar heb je legit. Dit is een gevecht. En ook altijd eens rijst maken, lekker saus erbij maken. Ja, saus, ja, oké, maar...
Bij vissticks hoeft toch geen saus? Dat, weet je, bij biefstuk, ja, champignon-roomsaus of zo, maar... Ik kan er dus bijvoorbeeld lumpia saus bij doen, je kan er appelmoes bij doen, je kan er mayonaise bij doen. Wat is lumpia saus? Van die sweet chili saus. Is dat toch gewoon sweet chili saus? Ja, dat heet gewoon lumpia, ik kan het ook lumpia saus noemen, toch? Mag dat niet? Dat mag wel, maar dat is gewoon waarom zet je vissticks niet in? Is goed omdat vissticks hartstikke dood is misschien. Vervijf hem dan. Dat kan een revival. Ja, omdat ik het niet goed heb ingeschat. Gewoon inschattingsfoutje, Daniel. Inschattingsfoutje, dat kan gebeuren. Kan iedereen ook komen, heb ik gelijk. Ja toch, we hebben allemaal wel eens last van. Toen je dus je buurvrouw heel hard in de buik stompte, deed je dat met je hand of met je voeten? Ik heb mijn buurvrouw niet echt in mijn buik gestompt, jongen. Is dat niet? Dat is sowieso het grapje, Het grapje, Daniel, zal ik je even uitleggen voor de zekerheid, is dus dat je dat kind high five geeft door middel van jouw hand in haar vagina te schuiven. Oh, ik dacht dat je gewoon heel hard tegen haar buik had geslagen. Waarom is dat wat jij denkt? Waarom? Het meest logische zou ik zeggen. Het is niet echt logisch dat je dat boek naar beneden trekt, dat je hier gaat visten. Lijkt niet logisch. Ik ben niet zo'n zo gek ventje die dat zou doen. Ik zou even teruggaan naar Vila als ik jou was. Maar dat was niet slim, Stefan. Dit was niet slim. Oh, perfect. Die kan Lammy wel hebben. Het is wel meer XP voor onze girl Lammy, ja. Onze boy Lammy. Het is een boy. Oh, is het vandaag een boy? Oké. Okay. Voor onze boy Lammy. Oké. Heb jij wel eens lamsvlees gegeten? Ja. Zwarma! Heb je dan wel eens gedacht, ik ben Lammy aan het eten? Oh, ik zal de cursor even uit het beeld halen ook. Ja, maar serieus? Nee. Echt niet? Nee. Heb je die super lekkere chick Lammy wel eens gebarfd? Nou. Oké, mensen, ik ga afsluiten, want dit gaat helemaal nergens in. Ik ga even een bakje koffie halen en dan komen we daarna weer lekker verder opnemen. Tot straks. Nee, ja, dat is in principe hier niet. Tot de volgende. Doei.